derde stap van movement puzzles. Ze is bekend met het kratje, daar heeft ze al een paar keer opgestaan en opgezeten. Elke keer als je een object wil introduceren, oefen je dat altijd eerst apart voordat je het in het parcours zet. Nou, we gaan heel even kijken. Ik heb dubbele bakken, want de bakken die glijden. Dus we gaan kijken of dit werkt. Nog een beetje instaan, want ik wil graag dat ze foutloos leert, zodat het ook leuk blijft. Dan kan ik stapje voor stapje de afstand gaan vergroten. En ik hou het fijn en klein. Een voetje ernaast. Til de bakken op. En we gaan even spelen. Nooit te lang oefenen. Mag leuk blijven. Mag een uitdaging zijn. Ik gebruik het meestal voor een warming up. En een beetje, ja, shapen. Leren. Komt u maar.